Op het gemeentehuis van Altena werd op dinsdagavond 9 oktober de nieuwe burgemeester van Altena voorgesteld. Voorafgaande werd er achter gesloten deuren vergaderd. Omstreeks 9 uur in de avond werd de naam openbaar gemaakt door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Theo Meiboom. Met gepaste trots en met heel veel genoegen beveelt de gemeenteraad van Altena de heer Dr. Anders E.B.A. Lichtenberg overtuigend aan als burgemeester van Altena bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verslaggever Ruben Duinker vroeg de heer Meiboom naar het verloop van het proces. Een hele zoektocht is het geweest. 12 mannen, 1 vrouw die gesolliciteerd heeft en het hoge woord is eruit. Is er nu opluchting bij u? Ja, er is ontzettend veel opluchting. Het is zo, je werkt naar zo'n moment toe. En het is altijd natuurlijk ook een kwestie dat de vertrouwelijkheid daar ook gewaarborgd moet worden. Alles is geheim wat er gebeurt. En het moet ook wel allemaal binnen de kamers blijven. Je zou het wel van de daken willen roepen op het moment dat de keuze gemaakt is. En dat hoge woord is eruit. Ja. Wij zochten een burgemeester die midden in de samenleving stond. Dus persoonlijkheid is dan een heel belangrijke pijler. Maar ook bijvoorbeeld veiligheid is een belangrijke pijler. Het zijn van burgervader. Voorzitter van de raad en voorzitter van het college. Dat zijn zo'n aantal van die pijlers uit de profielschets. Ja, en waarom stak de heer Lichtenberg daar met kop en schouders bovenuit? Ja, eigenlijk moet ik zeggen, ook eigenlijk op alle fronten. Hij is communicatief, is hij heel vaardig. Hij is ook heel erg authentiek. Het is naar onze mening, naar onze stellige overtuiging, is het echt een verbinder. Echt iemand die midden in de samenleving staat, die ook de cultuur van Altena kent. En dat was ook wat ook onder andere de jongerenraad, maar ook inwoners als heel belangrijk hebben aangemerkt. He, dus iemand die de waarden en de normen en de cultuur van Altena goed kent en daar ook op een goede manier mee om kan gaan. Maar ook visionair en vernieuwend. Is dat niet spannend dat iemand die nog nooit een wethouder of burgemeester is geweest, nu aan de gemeente Altena leiding mag gaan geven? Nee, wij hebben ontzettend veel vertrouwen in Egbert Lichtenberg. Ik heb het ook aangegeven, een nieuwe gemeente verdient ook een nieuwe burgemeester. Dus we willen ook echt... Letterlijk? Ja, letterlijk. Ja, precies. Ja. Voor waarnemend burgemeester Marcel Frenzel zit de waarnemende taak er bijna op. Het ambtsketen, moet ik zeggen, dat pronkt nog om uw nek, maar u mag hem binnenkort waarschijnlijk gaan afstaan aan de heer Lichtenberg. Ja. Wanneer heeft u gehoord dat hij daadwerkelijk is voorgedragen? Vanavond heb ik dat gehoord, nadat de vertrouwenscommissie in een besloten vergadering verantwoording heeft afgelegd. En dat zij de raad heeft voorgesteld om deze kandidaat voor te dragen. Ja. Dat was voor mij het eerste moment. U heeft gezegd dat u bijzonder trots was om als eerste waarnemend burgemeester van de gemeente Altena die ketting te dragen. U moet hem straks afstaan. Kent u de heer Lichtenberg? Ja, ik ken hem ook. Het is het toeval geweest dat ik hiervoor waarnemend burgemeester in Oosterhout was. En hij directeur was bij Mid-Zuid, de werkvoorzieningsorganisatie waar ook Oosterhout bij hoort. En hij heeft daar een werkbezoek gebracht. Ontstaat er straks wat u betreft een moment van warme overdracht tussen de waarnemende burgemeester, de heer Frenzel, en de nieuwe burgemeester? En hoe wilt u dat gaan vormgeven? Nou, ik ga met hem en zijn secretaresse afspraken maken dat we de komende maanden een aantal momenten vinden dat wij in alle rust op een besloten plek dus even de overdracht goed kunnen doorspreken, mijn ervaringen. Daarmee probeer ik zo naadloos mogelijk hem het letterlijk de ambtsketen, niet het stokje, maar de ambtsketen over te dragen. Ja. Gaat u straks met pijn in het hart misschien ook wel afscheid nemen van Altena? Weet je, het is altijd wel dubbel, hè? Je komt, terwijl dan ga je ervoor en dan ben je met vol enthousiasme en je weet, omdat je tijdelijk bent, dat het ook weer eindig is. En ja, die eindigheid die komt er in de loop van de maanden aan. En... U heeft zich erop ingesteld. Ja, dat klopt. En met weemoed blijf ik dan ook denken aan de ontwikkelingen van Altena. En zal naar de omroepen blijven kijken en luisteren en de kranten blijven lezen om te zien hoe gaat het nu. En dan, wat wordt uw toekomst? Dat is een groot vraagteken. Na de bekendmaking, omstreeks 10 uur, arriveerde de heer Egbert Lichtenberg op het gemeentehuis om zichzelf voor te stellen. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond.
gezet. Dag Marcel. Hi. Proficiat, hè? Dankjewel. Wie had dat gedacht? Wie had het gedacht? Wie had het gedacht? En mooi om jou... Zo. Hallo. Goedenavond. Ik voel me zeer vereerd door de voordracht van de gemeenteraad vanavond. En ik zie ernaar uit na de benoeming en na de beëdiging om mijn schouders onder de gemeente te gaan zetten. En nog nader kennis te maken met de gemeente en de inwoners. En de gemeente op een andere manier te dienen dan ik tot nu toe mocht doen. En ik zie daarnaar uit en met veel zin en veel plezier in. Dank u wel. Volgens mij is de ontvangst hartelijk. Jazeker. Ja, het voelt als een warm bad. En ik voel me ook zeer vereerd met de voordracht die de gemeenteraad heeft gedaan. En ik zie er nou ook uit om met de mensen hier in de gemeente samen te gaan werken. En nog nader kennis te maken met de gemeente Altena, met de inwoners. Een flinke profielschets heeft er gelegen vanuit de raad en vanuit de inwoners hier uit Altena. En daar bent u als beste uitgekomen. Een hele eer lijkt me. Jazeker, ik zei net al, ik voel me zeer vereerd. En toen ik de profielschets las, toen was het voor mij ook een gevoel, ik moet hier ook op solliciteren. Omdat voor mij in deze profielschets, maar ook in de gemeente Altena, het beste van Brabant en Holland bij elkaar komen. En daar voel ik me zeer in thuis. Wanneer hoorde u dat de keuze daadwerkelijk op uw geval is? Dat heb ik vlak voor de openbare raadsvergadering gehoord. Vanavond pas? Vanavond pas, ja. Ja. Het is, als ik me goed heb ingelicht, uw eerste taak als burgemeester straks hier in deze schitterende gemeente. Is het niet spannend om juist in de relatief nieuwe gemeente Altena te beginnen aan uw eerste burgemeesterstaak? Jazeker, dat is spannend. Maar ik ga ervan uit dat ik heb nog tijd om me wat in te lezen en met veel mensen kennis te maken. Dus dat ga ik ook doen en met veel mensen nader op allerlei onderwerpen in wat er allemaal speelt. Ja. Hoe kende u de gemeente Altena al voor deze dagen? Ik heb het voorrecht om al voor de gemeente Altena te mogen werken in mijn hoedanigheid als directeur van Mid-Zuid. Dus in die zin ken ik al een aantal mensen en ken ik de gemeente al een beetje. Maar dat staat natuurlijk niet in verhouding tot wat ik nu mag gaan doen. Dus ik zie er ook naar uit om de mensen en de gemeente nog veel beter te leren kennen dan nu het geval is. Maar heeft u al eens gefietst door Altena bijvoorbeeld? Nog niet, maar dat ga ik graag doen. Ja. Want u woont relatief in de buurt en in Papendrecht heb ik begrepen. Hier werd gezocht naar een burgemeester die tussen de mensen komt te staan. Hoe gaat u die rol invullen? Nou, dat gaan mensen zien. Daar kan ik van zeggen dat ik dat echt ga doen. En alle 21 kernen mogen op mijn aandacht en belangstelling rekenen. Dus...